Good morning, everyone. Goedemorgen. It's time for another day at Disneyland. Disneyland. The original Disneyland. Wat gaan we doen, Jor? We gaan even lekker breakfast halen. We gaan lekker breakfast hebben met de characters hier bij Plaza Inn. Join us. Nou, zo, de characters zijn hier wel echt veel, hè? Ja. They keep coming in. Niet normaal. Hebben we überhaupt tijd voor ons breakfast? Nee. The traditional breakfast. En wat pastries met drinken. En Jordy got the same. Ik heb geen idee wat dit is. Ik denk dat jij dat mag hebben. Het is natuurlijk Minnie's breakfast in de Plaza in. Dus daarom hebben we in plaats van Mickey wafels. De mini wafels. Mini wafels. Hoe leuk, Jor. Heel leuk. Zeg, zijn er nog characters waar je op hoopt vandaag? Daar is volgens mij aangelopen. Het is zo cool. I haven't seen him as well, no. Maybe he's around Fantasyland or something like that. Could be. You have to go over there as well. Maybe search for him there. I will search for you. Yes. Thank you so much. Thank you very much. Keep an eye for Pinocchio. Yes. Yeah. Zo, Jor, dat was echt een geweldig begin van deze dag. Oh, dat was zo cool. Echt een heerlijk breakfast, hè? Ja, en heerlijk gegeten. Heel veel leuke characters. We hebben gewoon Max, Full Fellow, Fairy Godmother. Fairy Godmother, inderdaad. Captain Hook, een pinguïn. Eeyore was heel leuk. Eeyore. Had je nog gezien? Ik heb nog een knuffel van. Ja, wat zielig, wat lief. Eeyore is zo zielig hier binnen. Nou, daar is de castle. We're at Disneyland. Going to the toilet. Ja, going to the toilet, want ik heb heel veel koffie en jus op. Echt ongelooflijk voor de Disney Booth was om nu pas op je derde, vierde dag hier pas te gaan doen. Niet normaal eigenlijk. Het zijn vier dagen hier, we hebben de Jungle Cruise gewoon niet gedaan. Deze deden we normaal altijd. Elke avond. Vier keer op een dag of zo. Ja. Maar ja, ik denk dat de verslaving al gaat beginnen hier nou, hoor. Ja. Hi! Welcome to the world famous Jungle Cruise. My name is Lexi and I'm going to be your skipper for the next five exciting days and 10 romantic nights. That's a 500 pound tiger! He's known to leap over 20 feet! But don't worry, we're 15 away. He'll go right over us. Go ahead, take lots of photos. This is unheard of. In the shower, that's burned out. It looks like he's been there a little while. Look at all the wrinkles! That just shows you one thing, kids. If you stay in the shower too long, you'll turn into an elephant. Oh no, Squirt! Please don't spray the boat! Get the next one, okay? Yeah. Danger! Let's get closer! We've got to see what kind of monkey business is going on! Oh! It looks like the gorillas decided to break camp!
Fall, named after a famous African explorer, Dr. Albert Fall. Huh? Did you guys know hippos are dangerous? Cool, let's get out of here. Ladies and gentlemen, boys and girls, this is the moment you've been waiting for. So without further ado, I get to you the eighth wonder of the world, the backside of water! Nou, dat was leuk om weer te doen. Ja! Jungle Cruise. Volgens mij had onze skipster echt heel veel koffie op vanmorgen. Dat was zo cool. Dat was echt cool. Ik vond het echt een leuke. The side of water. Ja, en zij showde ons voor het eerst iets nieuws. The side of water. The side of water. Nou, wij gaan naar Star Wars Land. Even wat tijd doden voordat we hier naar een attractie gaan. Naar Nightmare Before Christmas. Maar, nee, Nightmare Before Christmas. Haunted Mansion Holiday, of course. Maar we gaan nu dus eerst even naar Star Wars Land om te kijken of we een of andere meid nog even kunnen zien. Ja, weet je, Jordi is gisteren een hele dag niet in Galaxy's Edge geweest en dat kan natuurlijk niet. Nou, we gaan nou even terug. Gaan we misschien doen, Chewie? Voor Galaxy's Edge. Ja. I love that place. I'm home. All units, prepare to engage. All units on alert, sir. Come over here. They don't see you, they don't see you. Yeah, but they don't see you. I have a theory they only see in black and white, so this orange jacket does nothing. Ah, that's cool. Good to meet you. Leave you on the kijken. The Netherlands. Alright, very close in this way. Yes, far, far away. Is this your first time seeing these two bucket heads around? Today? Yes. Oh, today you have any interaction? Well, not too many, but just walking by. Okay, so they don't think you're trouble, which is good. I can use you as a human shield. Where do you want to go? Right, where do you want to go? That way? If we can get that. I'm not sure. If anything happens, I'll be there for you. We'll meet you on the other side, yeah. I'll be there for you. Congratulations on your first mission. Thank you so much. I hope you will be fine. I've made it out of tougher times. And they still haven't found me. No. They're pretty dumb, right? I'm like a sitting port. That was a real close one. Stay safe that today. That close. It won't happen again. No. Hopefully. Hopefully. If you need us, just call us. Yeah. Hopefully they don't give find us a bleep, you before right. They find me. True. I'll believe you. We will hide ourselves. You'll hide yourselves? Do you know all the good hiding spots? We're getting around them by two now. Do you want me to show you a few? Yeah, of course. Awesome. This one was pretty good in here. Go down that walkway, you're going to go to all it's a good hiding spot this way. All right. This way? This way? Thank you. Okay, Jordi. This is a good hiding spot, I guess. I guess so. Volgens mij iets met een fastpass lijn die nog niet officieel open is. Laten we ons hier maar even goed verstoppen dan. Yes. She's good. You harpoon that precious cargo. Push the flashing button and take off. Pilot across the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to send it. Oh, watch it! Oh! Weapons are online. Come on, come on, come on, come on!
Light pilot, make the jump to light speed. Light speed then. Shock. This thing sees better days. That was so cool. That was echt cool. Piloting the Falcon. Zo goed? Ja, we hebben niet super slecht gedaan in ieder geval. Nee. Beter dan de mensen waar wij ooit mee gevlogen hebben. Ja. Wat een coole ervaring. En we hebben allebei de lightspeed gedaan. Ja. That's worth sharing. Was het allebei even. Maar je voelt het ook echt. Ja, lightspeed is zo gaaf, want meteen reageert hij op jou. Maar joh, ook naar boven, naar onder en bij jou links en naar rechts. Alles wat jij doet, dat doet hij gewoon. Zo gaaf. Ik heb zo'n vermoeden dat onze hiding spot ontdekt is. Wegwezen. De hiding spot is ontdekt. Run. Run for your life. Galaxy's Edge is zo vol. En zo ontzettend rijk van alles. Deze experience wat we hadden. Was de best. Chewie gemiet. Stormtroopers gezien. Meisje waar we de avond moeten opzoeken gemiet. Ze heeft je volgestaan, maar ik ben het alweer vergeten. Heeft alles. Ons via de Hiding Fastpass spot de Falcon ingeleid. Precies. Ray als scavenger gezien weer. Pilots. Gewoon fantastisch. Dit is niet normaal. Even ook alle foto's even laten zien wat we hebben gemaakt. Want zoals je in het... Overal? Zoals je inderdaad ziet, net toen we al helemaal enthousiast hier als blije koefbas het Galaxy Z uit het lopen waren, kwamen we ook nog eventjes nogmaals Ray in een scavenger outfit tegen. En nu during the day. Heel gaaf outfit. Echt gaaf. Sjor, ik vind dit land het allerbeste dat Disney ooit gemaakt heeft. Yeah. Ik zeg het. En dan te bedenken, Sjor, dat het allerbeste van dit land, wat ze zeggen, nog open moet gaan binnenkort. Rise of the Resistance. We have to come back. Quite a lot. Yeah. Quite a lot. Simon. Nou, na deze perfecte ochtend in Galaxy's Edge is het tijd voor onze fastpass voor de Haunted Mansion Holiday. Toch wel eventjes even klassiek Disney beleven, hè? Ja, ook heel leuk. Ook wel even welkom. Prachtig. Laten we even naar Jack en zijn maatjes gaan. Happy holidays, everyone! What's your name? Come on, don't be shy. Wat een aardige Jordy. We lopen langs Pirates of the Caribbean en we zien dat het maar een 5 minuten durende wachttijd is. En hij weet dat het mijn favoriet is. Ik weet dat Jordy iets te vaak gedaan heeft in zijn leven. Maar hij liep er naartoe voor mij. Hij weet dat ik het zo leuk vind. Weigh anchor now, you swabbies. What may I offer for these hardy hens? Every one of egg laying. Not less they be laying. Nou Jordy, ik heb denk ik de reden gevonden om jou vaak een pirate in te krijgen. Hij kan nu eindelijk, nou goed, hij is gewoon, Sjor is al lange tijd aan het fotograferen. Linkje in de beschrijving, serieus. Hij maakt hele mooie foto's. Maar hij doet het al een tijdje, maar hij leert natuurlijk steeds meer. Hij is gewoon een hobbyfotograaf en hij leert steeds meer. En dan kan hij heel mooi in dark rides, wat echt lastig is, zonder flits, perfect mooie scherpe foto's maken. Sjor, ik zag net die foto's die je had gemaakt en die zagen er al briljant mooi uit. Mooi hè? Echt goed, wil je er een paar laten zien aan ons? Een paar laten zien, dan komt dat goed. Dan komt dat goed, zegt hij hè. Davy, maar edit hè.
Zo, we kwamen dus uit de meeting met de prinsessen. Jor, hoe was het om eindelijk je prinsesjes weer te meeten? Leuk. Lang geleden voor jou, hè? Ja. Ja, ik heb in Disney World eigenlijk ook niet echt prinsessen gemiet. Ja, één keer heb ik Tiana en Rapunzel gemiet. Dus ja, kwam omdat ik erbij was. Als hij erbij was, had ik echt veel meer met characters gemiet. Ja, we gaan daar nog een prinsesje meeten. Ja, klopt. Maar, Jor, daarna zijn we direct naar Rapunzel at the Royal Theater geweest. En dat is altijd een hele leuke kleine show. But we had a good breakfast here at the Plaza Gardens. That's Plaza Gardens here or? Plaza. Plaza. Yeah, so cool. And you? Well, it's been a beautiful day over here. We've been over here most of the day. Yeah. It's been a little cloudy. It was a little chilly this morning. Het is vandaag wel ook de dag van de leuke meet and greets, hè Jordi? Ja. We hebben net gewoon even Aurora gemieden voor ons op Sleeping Beauty Castle. Ja. Haar castle. Fantastisch. Het is echt heel erg leuk om te doen. En toen kwamen we nog eventjes de fairy godmother tegen. Die zei van, oh, you guys, keep your promise. You're smiling the whole day. Want die was toen nog vanmorgen bij het breakfast. Nou, we gaan eens even kijken wat we gaan doen, want we hebben eigenlijk niet aan gepland. We doen maar wat, want dat kan altijd hier in Disneyland. Ja, maar dat doen we ook altijd. Heerlijk toch? En we komen altijd leuke dingen tegen. We arrived at the beautiful Toontown. So much fun up here. All decked out for the holidays. Yes. Zeg dan Nalt, seasonal outfits, dat is iets waar ik toch echt van hou. En hier hebben alle characters echt super veel verschillende kerstoutfits alleen al. Ja, dat vind ik echt super leuk. En het is dan nog leuker als je ze toevallig tegenkomt en kan meeten. We hadden nu eigenlijk niet getimed staan om een Christmas Fantasy Parade te gaan kijken. Maar ja, als je toen dan uitgelopen komt en je ziet dat er nog echt een hele mooie spot is en de parade komt eigenlijk al om de hoek, dan moet je wel gaan staan. En we hebben echt een mooie parade gezien. Hele leuke mooi spotje. Foto's. Ja, hele leuke character interacties tijdens de parade. Bij jouw video's had je al filmen, had ik ook echt vaak gezien dat ze echt leuk is. Ja.
What is that? It's a camera. I don't know. Oh my god, echt superleuk. Leuke video, leuke foto's. Heerlijk. Ik hou van de Christmas Fantasy Parade. Me too. Ik hou van parades, dat weet je. Je moet de Disneyland app echt goed in de gaten houden, want hier in de Star Wars Lounge ben je wisten die Star Wars characters echt de hele dag. Yeah. We hebben echt Captain Phasma gezien van de week, nu is Boba Fett hier, Darth Vader is hier, echt leuk. Maar ik vind het altijd een beetje eng om die characters te meeten, ik neem me nooit een houding te geven. Dan ging Boba Fett mijn gezin nog onthouden voordat er een bounty op mijn gezicht kwam. I don't trust this. You're going to die. Oh, I'm not. On the ninth day of Christmas, my ghoul love gave to me 9 magic crystals that sparkle in a force that is pure. 2 keer Haunted Mansion Holiday op een dag. Wat willen mensen nog meer? Mij hoor je niet klagen. We wisten in ieder geval dat het een lekker mooi dagje is geweest. Ja toch, zeker weten. We zijn net nog eventjes naar Batu geweest. Want ja, sorry. En toen heeft Shaw echt een briljante foto gemaakt. Shaw? Ja, dat was echt gaaf. Maar er is ook een showtje met Kylo Ren en de stormtroopers. Ja, en... heb ik even wat beelden van voor je. Forget it. Am I clear, Lieutenant? I want recon and patrol units to question anyone you find suspicious. If you do not believe them, detain them. We have room in our prisoner transports for them or for you. Understood? Affirmative. Ja, heel gaaf. Ja, fantastisch. Maar er is dus ook een leider van de stormtroopers die eigenlijk onder Kylo Ren staat. Ja. Die is ook heel leuk om te meeten, vind ik. Dus ik vroeg gewoon eens of ik een foto kon krijgen met haar en de 2 stormtroopers daar. Dat was mogelijk. Ja, heel gaaf. Echt heel gaaf. Ja, dat vond ik ook. Dat vind ik echt heel cool. Ah, jongens. Ik wil hier wonen. Het is inmiddels denk ik een welbekend verhaal dat Walt Disney hier in Disneyland, boven het Disneyland Fire Department, een eigen appartement had. Meen je niet? Ja, en daar blijft het lampje altijd branden na zijn dood. Heeft hij dus hier eens gezeten? Had hij hier. En wat het mooie is, tijdens het kerstseizoen zetten ze nu altijd een kerstpompje neer dat altijd brandt. Ja, zoals Walt altijd een beetje in Disneyland. Ik vind dat echt mooi dat ze dat doen. En wij gaan nu hier onder het kerstboompje onze vriend Goofy meeten. Wat een goofbal. Wat een goofbal. Wat een goofbal. Hey Goofy, how are you? Thank you. Hello there. Good to see you. En dat maakt alweer een einde aan onze dag in Disneyland Anaheim. Oh, wat een mooie dag was dit. Elke dag blijft fantastisch hier. Dus niet te doen. Cool, dit. Wat een mooie dag. Nou, cool. Ik zou zeggen, we houden het voor gezien voor vandaag. Ja. We zijn er morgen weer en de komende dagen nog. En dan nog, en dan nog, en dan nog. Jongens, tot de volgende. Tot de volgende. Bye bye.
Kijk, als je dus de lens vasthoudt en twee vingers zo, ja, dan vlog je een stuk stabieler. Waarom heb je ook zo'n grote camera gepakt, man? Goede kwaliteit. Ja, dat is wel gewoon.